De ontbijtzaal van het Amsterdamse Victoria Hotel is omgekat tot restaurant Carstens. Geïnspireerd en geïnstrueerd door niemand minder dan Mike Kuipers, jarenlang de rechterhand van 3-sterrenkok Jonny Boer, richt Carstens zich op Hollandse producten. Maar dan elegant gepresenteerd en vaak met een twist. Chefkok is Rick van der Meij en hij maakt even een toetje voor ons. Hey, welkom bij Carstens. We gaan iets hartstikke moois oud-Hollands maken en dat maken we van oud brood en dat zijn de wentelteeven. Wij hebben er een kleine twist aan gegeven en maken hem van Fries suikerbrood. Ja, je ziet de klont suiker erop zitten. Die dopen wij in een mix van ei, melk en wat 5 Spice kruiden. Dat is een mix van verschillende soorten kruiden die wel een beetje aan de Aziatische kant zitten. Een beetje olie in de pan. Wat belangrijk is dat je het brood goed laat soppen, alles lekker opneemt. Zodat en we krijgen een mooi krokant laagje, maar ook van binnen wordt die lekker romig en smeuig eigenlijk. We leggen dat hele ding er gewoon in, dus als de pan warm begint te worden. Wij bakken alles in zonnebloemolie, dus aan de olie zelf zit weinig smaak. Dus niet veel van het bak en het braad gaat in het brood zitten. Je bakt hem eigenlijk gewoon aan twee kanten, niet te hard. Je wil wel een krokant laagje, maar niet een verbrand laagje, laten we zo zeggen. Die suiker gaat hard. Five Spice Melange kan je gewoon in de winkel kopen. Dat zijn 5 verschillende kruiden, zoals kaneel, zoals kruidnagel. Dat soort producten zitten allemaal in die mix. En dat geeft dan ook een beetje het huisgevoel. Dat doet mij altijd denken aan thuis. Hij is nu aan twee kanten bruin, dus dan halen we hem uit de pan. Genoeg gebakken. Daarna gaan we natuurlijk een bord opmaken. Dan heb ik hier een kleine kompot van blauwe bes en bessenjam. Dat maken we zelf, maar dat kan je thuis in principe kan je dat heel makkelijk maken. Gewoon een potje jam, wat van dezelfde vruchten door elkaar mixen en dan heb je eigenlijk een mooie kompot al. Nogmaals, ja, wij maken hem zelf, maar dat is een manier om het thuis te doen. Leggen wij zachtjes eroverheen. Dan doen we een bol vanille-ijs bij. En om een heel klein beetje fris te maken, dan schaven wij nog wat zestes van een limoentje eroverheen. Nou, dat is ons Carstens Wentelteefje van Fries suikerbrood met een kompot van blauwe besjes. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.